Er is één man die ons land kan zien zoals wij dat waarschijnlijk nooit te zien krijgen. André Kuipers. Oké, 60. Nou ja, met deze tegenwind zitten we zo in de lucht. Ik kom elke keer weer op als ik uit het buitenland kom, uit Amerika of Rusland. En het is genoeg om eigen land te zien, moet ik zeggen. Het is prachtig groen en heel herkenbaar. Maar ik vind het vanuit de lucht heel georganiseerd. En een heleboel andere landen heb je dat niet zo, dan, ja, dan ziet het er toch wat chaotischer uit, zeg maar, vanuit de lucht. Ik heb altijd wel willen vliegen, ja. En als ik gewoon vlieg met een verkeersvliegtuig, dan wil ik altijd bij het raam zitten. Dus ik vlieg ontzettend veel. En toch wil ik altijd bij het raam zitten omdat ik het gewoon fascinerend blijf vinden. Haarlem, 100 jaar geleden. Anthony Fokker was de allereerste die met zijn spin een rondje om de kerk maakte. Vrij als een vogel. Nu wil iedereen zijn rondje op zoek naar een wereld zonder grenzen. Maar zelfs in de lucht is de ruimte beperkt. Lees het radio op van Hotel Fix Fox Alpha, leaving your frequency for Amsterdam information. Fox Alpha, tot straks. Dit is het TMA van Schiphol. Het gebied wat door Schiphol in de gaten gehouden wordt. Mogen ook niet te hoog, omdat natuurlijk vliegtuigen naar Schiphol toe vliegen. Een bepaalde hoogte aanhouden. En dus ik heb me daar gemeld, zodat ze als ze wat willen weten wat ik van plan ben of waar ik zit, dan kunnen ze me oproepen. Je bent heel vrij in de lucht. Ik bedoel, je kan over de weg heen, je kan een file vermijden. Maar er zijn allemaal onzichtbare grenzen. Hoogtegrenzen, grenzen naar gebieden toe waar je niet te dichtbij mag komen. En bepaalde gebieden waar je op moet letten, of er een zweefvliegveld is. Vogelgebied, noem maar op. Ja, hier bij de Afsluitdijk. Dat is natuurlijk prachtig om te zien. En die zie je ook vanuit de ruimte. Dat is het grote voordeel van Nederland. De scheiding tussen land en water kan je heel goed zien. Vanuit de ruimte zie je hem zo lopen. Deltawerken bijvoorbeeld, kun je ook goed zien. Echt alle grenzen tussen land en water, die kan je uitstekend uithalen. Onze bakens vanuit vogelperspectief. Soms recht, soms rond, maar altijd ingekaderd en niets aan het toeval overlatend. Iedere centimeter getekend en ingekleurd.